Ja, en van de monoloog van Cornald Maas gaan we naar de dialoog hier aan tafel. En aan tafel zit Casper Vaassen. Hartstikke fijn dat je er bent. Even, je hebt met danser Marne van Opstal... Ja. Heb je een film gemaakt van 4 minuten 20. En die gaat onder andere over vrijheid en isolatie. Nou, dat klopt. In de huidige context zijn dat twee begrippen waar we ons wel in kunnen herkennen. Waarschijnlijk de meeste mensen, in ieder geval de mensen die de maatregelen naleven. En die gaan we zo meteen ook tonen. En Duncan van der Laar, die heeft tijdens deze actieweek eigenlijk... die ook meewerkt tijdens deze actieweek, heeft de regie ervoor gedaan. Klopt. Heb begrepen. Ik zag hem net zitten erachter. Kijk, hij, zit, dus hij gaat ja. heel trots kijken of het wel goed wordt uitgelegd. Ja, ja. En dat is ook meteen de vraag aan jou. Ik ben blij dat je er bent. Ja. Fijn om hier te zijn. Ook wel stom om hier te zijn natuurlijk. Want het is onbegrijpelijk dat we nog steeds in actie moeten komen. Ja. Van vingertje opsteken van... Let jullie ook op ons en hier is ook wat gaan. Het liefst zit ik natuurlijk ook thuis een kunstwerk te maken en niet te demonstreren. Maar ik geloof wel dat het nodig is dat je even geluid laat horen van... Ja. We zijn er ook. Dat het in deze nieuwe democratie moet, is wel een beetje jammer. Maar goed, fijn om hier te zijn en iets moois te tonen. Ik kan me voorstellen dat je nou denkt van... Goh, we hebben toch nu wel onze waarde en onze meerwaarde eigenlijk bewezen. Het zou door de kunst al zo moeten zijn en door. Maar dat is gek dat dat niet herkend wordt. Ja. Gelukkig doen we dat. In ieder geval doen we nu, hopen we, het in het collectieve geheugen zo hard in te tatoeëren dat het er nooit meer uit kan. Perfect. En jij hebt dat met een film. Ja, dat is voor mij het positieve wat er uit deze tijd gekomen is. Dat de dansers tijd hadden. Dat Marne van Opstal het project omarmde en als choreograaf de dans ontworpen heeft. Dat Chloé Albaret mee kon dansen. Een van de mooiste danseressen ter wereld. Die gewoon in Den Haag, 20 kilometer van waar ik woon, haar kunsten vertoont. En mijn vrienden Bart Weerts, saxofonist. Die nu ook helaas heel weinig te doen heeft. En Oscar de Jong van Krakensmaak. Die dan de muziek gaan componeren. En om in zo'n creatief project te zitten. En dat te kunnen maken in de Pieterskerk. Die ook ontzettend onder druk staat in Leiden. Omdat die ook van allerlei gala's en dingen afhankelijk zijn. Om überhaupt een mooie pand daar staande te houden. Ja, dat dat allemaal samenkomt. Het zijn allemaal dus wel behoevende partners. Maar dat we wel iets moois hebben kunnen maken in deze tijd. Dat is in ieder geval voor mij positief. Ja. En daar kunnen we eigenlijk nu, als het goed is, kunnen we daar nu gaan naar kijken. Laten we maar naar kijken. Ja, en gewoon eigenlijk misschien genieten. Vrijheid, isolatie, aantal thema's zitten erin. Maar ik denk dat dat er wel duidelijk uitkomt. Ik zou zeggen, we gaan ervan genieten. Dankjewel.
Ik zit hier al sinds 10 uur vanochtend en het is hier eigenlijk bijna nog geen enkel moment stil geweest. En er was totale stilte en er hangt een soort van rust in deze ruimte door het kunstwerk wat je ons net hebt laten zien. Dank daarvoor. En laten we hopen dat we zo meteen als we uit de isolatie komen elkaar op een positieve manier weer in de armen mogen vangen. Ja, kunnen oprapen en leren liefhebben. En door kunnen gaan. Vrolijk verder huppelen. Kasper, namens wie ga jij tekenen? Ik wilde namens de kunstenaars die aan deze video hebben meegewerkt. Dus ik dacht Bart Weerts, Oscar de Jong als muzikanten en Chloe Albaret en Marne van Opstal als dansers en choreograaf en mijzelf. Dus welke ik heb de namen, hoeveel mensen? Vijf. Vijf mensen, ja. Kijk. Dus we gaan vijf mensen erbij opzetten, erbij optellen. Heel, heel, heel veel dank. En ik denk dat ik denk dat heel veel mensen die ook nu zitten kijken nog een aantal keer terug dit kunstwerk zullen beleven. Heel erg bedankt. En dank ik zou zeggen, zet op zijnzelfde sierlijke manier je handtekening neer als het filmpje was. Ja,